Jan Nieboer is veroordeeld tot 1 jaar cel voor het sturen van dreigbrieven aan windmolenbouwers. Ik had hier geen rekening mee gehouden en dat heeft ook te maken met het feit, ja, dat bleek ook uit de uitspraak, er geen bewijzen langsgekomen zijn. Zijspancoureur Streuer kan weer lopen. TT-campings mogen ook dit jaar niet open. En het weer, vandaag met Robert. Dan moet je het maar raden waar wij bent. Als je het goede antwoord hebt, dan krijgen wij maandag schier voorjaars weer. Zo geliks naar Nijs, het weer. Goedenavond. Een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, voor het sturen van dreigbrieven naar een flink aantal bedrijven in de windmolenbouw. Daarvoor zijn Jan Nieboer uit Tweede Exloërmond en Jan H. uit het Groningse Meeden vandaag veroordeeld door de rechtbank in Assen. Voor het ophangen van pamfletten waarin werd gedreigd met het dumpen van asbest zijn de twee mannen vrijgesproken. U was, zo blijkt uit de opgenomen gesprekken, de drijvende krachten en u wilde met het versturen daarvan bereiken dat de werkzaamheden aan het realiseren van een tweetal windmolenparken zouden worden gestaakt. En daarom moeten de beide mannen volgens de rechtbank dus de cel in. Een flinke teleurstelling voor Jan Nieboer. Ik had hier geen rekening mee gehouden en dat heeft ook te maken met het feit, ja, dat bleek ook uit de uitspraak, er geen bewijzen langsgekomen zijn. Er zijn alleen verbindingen gelegd naar mij. En ik mag jullie, zonder dat ik met de advocaat overlegd heb, al toevertrouwen dat ik zonder meer een hoger beroep ga. En de reden daarvan is dat ik niet tot het groepje Nederlanders wil behoren die onterecht veroordeeld gaat worden. Maar volgens de rechtbank ligt er wel degelijk genoeg bewijs. Dat zit hem vooral in de gesprekken die de mannen onderling hebben gevoerd. En die gesprekken zijn afgeluisterd. En uit die gesprekken komt naar voren dat ze in feite de lakens uitdeelden. Dat de beide verdachten strategie afspreken. Dat de beide verdachten met elkaar afspraken maken over waar worden de brieven naartoe gestuurd, welke bedrijven. Nou, dat vindt de rechtbank zodanig concreet dat de rechtbank vindt dat dat als bewijs kan dienen. De wijze waarop u heeft gehandeld heeft duidelijk het karakter van eigen richting. En daarmee heeft u willens en wetens de democratische rechtsstaat ondermijnd. Daarnaast zaaide u angst en onzekerheid bij vele bij die bedrijven betrokken personen. Nieboer heeft 6 weken in voorarrest gezeten en moet dus nog 4,5 maand zitten. Maar zijn hoger beroep mag hij in vrijheid afwachten. Jan H. heeft al 1,5 jaar in de gevangenis gezeten en hoeft niet terug. Hij denkt nog na over een eventueel hoger beroep. En 4 bedrijven eisten ruim 2 ton schadevergoeding. De rechtbank heeft deze claims afgewezen omdat ze niet duidelijk onderbouwd zijn. Als de bedrijven schade vergoed willen hebben, moeten ze zelf een zaak aanspannen bij de civiele rechter. De gemeente Assedam die neemt maatregelen om te voorkomen dat rubberen kunstgraskorrels in de natuur terechtkomen. Dat is namelijk slecht voor het milieu. Nou, vandaag was het veld van voetbalclub FC Assen aan de beurt. Ja, op veel kunstgrasvelden in Nederland liggen deze korrels van rubbergranulaat. Worden gemaakt van vermalen oude autobanden. Dat stuit het heel erg goed als je er een bal op laat vallen. Alleen voor de natuur is het minder goed. Er zitten namelijk giftige stoffen in die autobanden. Dus als de korrels in de natuur komen, is dat slecht voor het milieu. Daarom treft de gemeente Assen nu maatregelen rondom 13 kunstgrasvelden van voetbalclubs. Die maatregelen moeten voorkomen dat de korrels de velden verlaten. We hebben schoonlooproosters, we hebben al eerdere investeringen gedaan in een bladzuigmachine, rioolkolken die vaker gereinigd worden en waterdoorlegende tegels die de rubber tegenhouden, maar wel het water doorlaten. Dus dat soort dingen hebben we al gedaan en we proberen wat dat betreft alles te doen om de kans dat die korrels in het milieu komen zoveel mogelijk te beperken. Na een uitzending van Zembla over de gevaren van de rubberen korrels deed het RIVM onderzoek naar de veiligheid van kunstgrasvelden. De korrels blijken ongevaarlijk voor mensen en dieren, maar toch bleven er zorgen. Nou, we hebben wel een aantal jaren terug hebben we daar heel wat discussie over gehad. Hè. Ook met ouders wel, die uiteindelijk niet meer vertrouwd vonden dat hun kinderen op die kunstgrasvelden speelden. Omdat er heel veel onduidelijkheid over was. Gelukkig is dat een beetje overgewaaid en is er ook wel onderzoek naar geweest. Dus dat het voor mensen gewoon in die zin niet zo gevaarlijk is. Je moet er natuurlijk niet gaan opeten. Maar goed, dit gaat natuurlijk door de regen. En als die korrels op de stenen komen, komt het uiteindelijk allemaal in het milieu terecht. In het oppervlaktewater. Dus, Het balletje ging in Assen pas rollen nadat de actiegroep Kom van dat gras af na signalen van ouders eiste dat de gemeente maatregelen trof. Mede daarom wil de gemeente in de toekomst geen rubber meer gebruiken voor de sportvelden.
Nee, geen rubbergranulaat. We hebben gisteren juist in de gemeenteraad besloten om een kunstgrasveld bij LTC neer te leggen. Een kunstgrasveld wat nieuw wordt aangelegd in de zomer. En daar gaan we gebruik maken van kurkinvul. Een natuurlijk product. De komende jaren zullen ook andere kunstgrasvelden vervangen moeten worden. En dan zullen we zeker gaan kijken hoe dat zo goed mogelijk kan worden ingevuld met allerlei duurzame producten. Ik geloof en ik hoop dat in zo'n verblijf de hamster in ieder geval heel gelukkig is en zich altijd veilig voelt. En dat zo zijn tweejarige leventje wat beter wordt. En zometeen meer over dit hamsterparadijsje. Een week na de zware crash op het circuit van Oschersleben in Duitsland kan zijspancoureur Benny Streuer uit Grollo weer voorzichtig lopen. Vandaag viert hij zijn 37e verjaardag in het ziekenhuis in Duitsland, waar hij maandag werd geopereerd. Streuer was vorige week vrijdag met zijn bakkeniste Emmanuelle Clément aan het testen in Duitsland. Al na een paar rondes ging het mis. Het span crashte op een muur en Streuer liep door de crash beschadigde rugwervels op. Ook heeft hij een scheurtje in zijn bekken. In eerste instantie mocht de zijspancoureur 6 weken niet lopen, maar nu blijkt dat hij toch heel voorzichtig mag gaan opbouwen. Het totale herstel kan wel een half jaar gaan duren, zeggen de doktoren. Ja, er was een klein beetje hoop dat het wel mocht, maar nu weten de TT-camping-eigenaren het zeker. Ook dit jaar mogen hun campings niet open. Volgens de gemeente Assen is het nog niet verantwoord om zoveel mensen bij elkaar te laten komen. Als je het hebt over de TT Assen, dan heb je het natuurlijk ook over de campings, want hier is het TT. Hier bleef je. Dit is echt feest. Hier bleef je het. Maar dit jaar is, net als vorig jaar, alles anders tijdens de TT Assen. En dus blijft het veld van camping Jan en Bertha weer leeg. Ja, als je zo hier kijkt op de weide, vol TT is het helemaal vol. Staat het vanaf hier tot het viaduct, staat het helemaal vol met tenten. Carsens zag het besluit al wel aankomen, toch vindt hij het ook dubbel. Aan de ene kant, als je kijkt naar de parkentoestanden, die zitten allemaal hartstikke vol. En als je gewoon normale campings toe gaat, dan staan ook allemaal vol. En dit mag dan even niet doorgaan, dat vind ik jammer. En ook voor het circuit vind ik dat jammer. Even verderop investeerde een groep vrienden 3 jaar geleden in een nieuwe camping. 2019, het eerste jaar, was top. Supergoed gevoel bij, goede sfeer gekregen. Korte nachtjes, lange dagen, maar wel heel veel plezier eruit gehaald. Het jaar erop konden ze dan ook niet wachten om de paardenweide weer om te toveren tot dit. Maar corona gooit nu al 2 jaar roet in het eten. Nou, gelukkig hoef ik er niet van te leven. Ik heb gewoon nog een andere baan erbij. Dus ik heb, wat heb ik mogen niet klagen. Er zijn heel veel horecabedrijven die gaan helemaal naar de gallemuzen. Herinneringen en hoop, dat is waar de camping-eigenaren het voorlopig mee moeten doen. Herinneringen aan de mooie TT's van vroeger en hoop op een beter 2022. We hebben hier ongeveer 80-85% vaste gasten. Dus die ken je ook allemaal van het gezicht, niet van naam van het gezicht, maar dat mis je. En dat is jammer. Heel veel zin aan. Net wat ik zeg, ik krijg nog steeds heel veel berichten van mensen van we komen volgend jaar graag weer. Dus ja, je had er heel veel, het kost ook heel veel energie, maar je had er zoveel plezier en lol weer uit. Dus laat ze maar komen en we zijn er klaar voor. Ja, heel wat anders dan, want je kunt je hamster in een kooi met wat zaagsel, een rat en een hokje houden. Maar je kunt ook een waar paleis voor het beestje bouwen. Nou, steeds meer mensen doen dat en dit heet hamsterscaping. Hoe heet ze? Ze heet Muis, maar ze reageert totaal niet op haar naam. Dus Muis. Bij hamsterscaping richt je een hamsterverblijf in waarbij je rekening houdt met het natuurlijk gedrag van de hamster. Er zijn een paar basisdingen. Je begint eigenlijk altijd met een hele dikke laag bodembedekking, zodat de hamster veel kan graven. En een heel belangrijk punt is beschutting, want anders voelt de hamster zich angstig. Dus je bouwt het eigenlijk op zo'n manier op dat de hamster overal tussendoor kan en achterlangs kan scharrelen. Nou, hier is Muis. Ik vind hamsterscaping heel belangrijk, omdat ik het heel belangrijk vind dat huisdieren een beetje gelukkig kunnen zijn. En voor mij is opsluiten in een kooitje gewoon nooit een optie geweest. En ik geloof en ik hoop dat in zo'n verblijf de hamster in ieder geval heel gelukkig is en zich altijd veilig voelt. En dat zo zijn tweejarige leventje wat beter wordt. Ik ben hier heel toevallig mee begonnen aan het begin van de corona-lockdown. Ik denk omdat ik toen wat meer tijd had om op internet te zitten en ik kwam dit tegen en er ging een hele wereld voor mij op. Als je het opbouwt ben je er best wel een tijdje mee bezig, maar het is juist heel erg leuk om te zien waar ga je het dan nu neerzetten.
En ook om dan te zien hoe erg de hamster ervan geniet. Ik denk dat iedereen daar voldoening uit haalt. Bij Pets Place in Bijlen merken ze ook dat, vooral sinds corona, kosten nog moeite worden gespaard voor onze huisdieren. Consumenten zijn zich steeds bewuster van het dierenwelzijn en geven daar graag wat meer geld aan uit. Ook aan hun hamstertjes. Wat we daarin merken is dat mensen echt kijken naar grotere dierenverblijven. Echt grotere hokken, zeg maar. En ook hogere onderbakken, waardoor er echt een hele mooie bodem in kan. En ze dingen er ook in kunnen bouwen. Dus zeg maar een soort van hamsterscaping wat ze er dan in maken. En wat vinden ze nou het leukste in zo'n hamsterscaping hok? Vooral zeg maar de verschillende ondergronden en de hoogtes, dat ze kunnen klimmen en een stukje uitdaging. Ik denk dat je naar jezelf moet kijken wat haalbaar is in huis en hoe ver je daar zelf in wil gaan. Maar een stuk verrijking, gewoon een basis, is op zich ook al hartstikke fijn. Als het maar groter is dan die kleine plastic hokjes met één ratje en een huis. Ja, ja, ja. Maar dat bieden jullie ook nog aan hier? Nou, eigenlijk niet meer. Zo'n klein hokje, dat kan niet meer. Nee, eigenlijk niet meer. Het is eigenlijk niet meer van deze tijd. Ja, voor de oplettende kijkers, wij bent natuurlijk in Echen bij Huize Echen. Of zoals ze hier zegt, het kasteel. Uit goed hart, maandag schier weer. Tenminste, qua temperatuur. Ja, dat blijft toch ook altijd een mooi portret, zo'n hoes. Maar goed, het weer, want daar moet ik zeker nog even wat over vertellen. Vanavond en vannacht blieft het goed helder aan de locht, net als nou eigenlijk. De wind die zwak wat af en de temperatuur die kruipt mooi richting het vriespunt, of zelfs net in daaronder, maar een vroeg kans op mistbanken. Ja, en dan morgen, nationale bijdenteldag. Daar kunt ze natuurlijk ook wel schier weer bij gebruiken. En dat wordt het koor rustig zeggen. In de morgen nog volle zon aanwezig. In de middag komt er wat wolken voorbij. Maar goed, het mag geen naam hebben. Het wordt een schiere lentedag met een graad of 12. Ja, en dan kijken we nog even verroet. Daar heb ik net natuurlijk al een klein beetje verklapt. Maar er komt wat meer vuurjaars weer aan qua temperatuur. Vanaf zondag kroept men mooi richting de 15 graden. Zondag wordt wel wat een bewolkte dag. De zon laat zich dan wat minder zien. Maandag en dinsdag is die zon er wel weer meer bij aanwezig. Met maangs een wolkie en maangs een klein buigie. En vanaf woensdag dan dalen de temperaturen weer ietsie. En in de middag een bui. Van u Echten groet ik je. Tjeu en tot de andere week. En dit was Drenthe Nu voor vandaag. Meer nieuws vindt u natuurlijk bij ons online, rtvdrenthe.nl en in onze app. En daar leest u bijvoorbeeld dat twee vliegtuigen een half uur na elkaar een noodlanding maakten op vliegveld Eelde. Voor nu bedankt voor het kijken, een fijne avond en natuurlijk ook een prettig weekend.